Goedemorgen, dit is het Weerjournaal van Weerplaza.nl. De laatste bewolking trekt het noordwesten van het land uit... ...en dat betekent dat het de rest van de dag waarschijnlijk vrij zonnig gaat worden. Op een aantal plaatsen kunnen opnieuw wat wolken gaan ontstaan, dus helemaal strak blauw wordt het niet. De temperaturen vrij hoog voor de tijd van het jaar. Vanochtend ligt het kwik rond een graad of 9, maar vanmiddag komen we op 12 of 13 graden uit. Dan blijft het droog, de wind die waait eerst matig, meestal uit het zuiden... Het ...draait in de loop van de dag naar het zuidoosten en wordt dan langzaam zwak van kracht... Dat betekent dat het vanavond eerst vrij helder is en behoorlijk kan afkoelen, met name in het noordoosten van het land. Daar koelt het vanavond af naar een graad of 6. Elders neemt de bewolking weer een beetje toe en blijft de temperatuur iets hoger. Morgen is een overgangsdag. Oceaanstoringen krijgen langzaam meer invloed op ons weer. De bewolking neemt in de loop van de dag toe, maar het blijft tot de late avond overal droog. De temperaturen altijd nog zacht met 13 of 14 graden. Het weekend ziet er dan anders uit. Dan zijn er perioden met regen. De zon laat zich af en toe ook zien. En vooral aan zee kan het nu en dan stevig waaien. De temperatuur dan nog rond een graad of 13. En na het weekend dan ziet het er geleidelijk weer ietsjes beter uit, maar gaat de temperatuur al geleidelijk wat naar beneden. Mijn naam is Wilfried Jansen voor Weerplaza.nl